Hallo dames en heren, wat ontzettend leuk dat ik weer terug mag komen bij jullie. Wat een feest hè, vanmorgen. En ook zo lekker bewegelijk. Die Marcel Tsiemer, hè, dat hij dat nog kan op zijn leeftijd. Echt geweldig. Maar weet je, ik vind het een geweldig thema. Want ik woon op een plek met heel veel slootjes en rivieren. Dus levend water. Ik heb zelfs een speciaal druppelbloesje gekocht voor vandaag. Maar het allermooiste rondom deze dag. En daarom heb ik ook mijn telefoon in mijn handen. Dat is, vind ik, die hoop- en troost-website. Op Nederland Zingt, hè. Dat is, kijk, u heeft vanmorgen iets op een druppel geschreven. Maar dat kan ook digitaal. En ik zag er ook mensen mee bezig in de pauze. En dan hoop je altijd maar dat in de hectiek en de chaos van zo'n dag de goede boodschap gekoppeld wordt aan het goede e-mailadres. Zo kreeg ik van een lieve zuster er wel heel positieve woorden toegestuurd. Hey, even kort, want ik bel je nog. Maar wat leuk dat je weer zwanger bent. Ja, ik heb niet zoveel gegeten, dus ik voel me wel een beetje weeg. Maar ze belt me nog, hè. Dus dat wordt een heel leuk gesprek. Ja, hallo met de zwangere Rob Favier. Maar levend water. Ik ben van de week tot ontdekking gekomen dat ik weliswaar een afgestudeerde theoloog ben, maar niet eens een zwemdiploma heb. Vandaar dat ik regelmatig verdrink in mijn werk en dan zit ik weer achter mijn bureau te pezen. En dan staat er naast mij altijd zo'n flesje open water, maar dan vergeet ik daar weer uit te drinken. En als dat een paar weken zo op mijn bureau staat, nou, wat er dan gebeurt in zo'n flesje, dat begint helemaal te leven, zal ik maar zeggen. Smerig. Er zwemt nog net geen goudvis in, zullen we maar zeggen. Ja, mijn vrouw die zit mij altijd te pushen van, Favier, je moet eens wat meer drinken. Gewoon water drinken met al jouw geestelijke bespiegelingen. Gewoon dat aardse water, dat is heel gezond. He, als je daar een beetje op je kamer zit te zweven. Ja, niet dat mijn vrouw niet geestelijk is, hoor. Mijn vrouw is hartstikke geestelijk. Die vergelijkt mij zelfs met Bijbelse figuren. Ja, dat vind ik dan weer een beetje overdreven, hè. Maar laatst zei ze, ik zou wel willen dat jij wat meer zou lijken op de vader van Johannes de Doper. Op Zacharias. En dan in de tijd dat Elisabeth zwanger was. Zo te horen weet u nog waar het over gaat. He? Nou, maar ze weten niks meer. Ze weten niks meer van de Bijbel. He, laat staan van de kerkgeschiedenis. Daar weten ze helemaal niks meer van. Ik bedoel, wie weet er nou bijvoorbeeld nog wie Abraham Kuiper was. Ja, ik zie daar een meneer knikken. Ja, dat was die man die 95 stellingen op die deur sloeg, hè. Maar ik wil toch nog even terugkomen op die mevrouw van dat verkeerde mailtje. Die wil na deze vergissing natuurlijk graag anoniem blijven. Ze heet Petra van Beuzekom. En als u nu in uw rij iemand rood ziet worden, weet u precies wie het is. Maar zij heeft mij toch op een spoor gezet. Ze heeft me toch op een spoor gezet. Want er is natuurlijk een overeenkomst tussen levend water en vruchtwater. Ja, want je hoopt dat het allebei vrucht mag voortbrengen. En wij hebben een verloskundige, om het maar zo te zeggen, die ons hele leven bij ons blijft. En dat vieren we hier vandaag. Met mensen van allerlei merken en allerlei achtergronden. Maakt ook niet uit, hè, als je maar betrokken bent. En dat zie je zo aan iemand of die betrokken is. Ja, dat herken je, hè? Ja, aan zijn bijbelkringen. En toch kun je hartstikke betrokken zijn. En helemaal vastlopen. Heb je dat nooit? Ik had laatst nog zo'n dag waardeloos. Ik kwam helemaal leeg thuis. Ik trek van zacherijn een fles wijn open, die valt kapot op de plavuizen. De poes er meteen bij, gaat al die wijn op staan likken. Dus die had ook een kater. En toen besefte ik, als ik het levende water niet bij Jezus haal, dan hou ik mijn hoofd niet boven water. Maar als ik het wel bij hem haal, dan mag ik mee in de stroom van die grote rivier. Op mijn kleine plekje van de wereld het verschil maken. En als u wilt weten hoe klein je nog kunt zijn om het verschil te mogen maken, weet je wat je dan moet doen?
dan moet je je eens een nachtje laten opsluiten met een mug. Vlinders zweven bij het water. Ze vertellen ons een levenslang geheim. Van kwetsbaarheid en dromen overlaten. En hoe de liefde onze metgezel kan zijn. Dansend vieren zij het leven. Ze verschaffen ons het leven uit de bron. En om het wonder dat in hen is geweven, zelfs de zwaartekracht is niet meer van gewicht. En wij vliegen slechts in dromen, maar weerspiegelen het leven uit de bron. En diep in de woestijn zal het weer stromen, als water dat de leegte overwon. Dan zoeken wij elkaar om te beloven. We verlangen, voelen pijn en hebben lief. En we kunnen niet meer anders dan geloven. Want de vreugde is oneindig creatief. Drinken van levend water is als een wandeltocht door de bergen op een snikhete zomerdag. En dan kom je eindelijk bij een terrasje en dan drink je een glas water dat smaakt alsof het zojuist veranderd is in wijn. Dank aan de vader van de dromen, die zijn kinderen als vlinders heeft gemaakt. Wij geloven dat zijn koninkrijk zal komen. Want het water heeft ons nu al aangeraakt. En hij schenkt ons alle feestelijke geuren van de dagen dat het goed is met elkaar. En de schepper ziet het allemaal. Als hij zegent met een tomeloos gebaar.